De Demolition Man Overeem. Jan Otten en Jolanka van Elmond, graag even naar de ring toe voor de prijsuitreiking. Jan Otten van Theater Casa Rosso, naar de ring toe voor de prijsuitreiking. En Jolanka van Elmond. Het was een korte partij, maar was die explosief of niet? Recht kun je zoals een wereldtitelgevecht betaamd. De strijd was keihard, ruw en sportief. Je ziet het hier, de felicitaties en zo hoort. Het is een echte, absolute topsport. Jan Otten, vanuit de welkom ook weer in de ring met dit evenement. Bedankt ook weer voor dit stuk sponsoring van je. Vechten is naar het midden van de ring. We hebben het gezien, dames en heren, de winnaar, de opgave tegenstander, Alistair, de Demolition Man, Overeem. Dat betekent nu tot 95 kilogram, IMA, kampioen van de wereld, Alistair, de Demolition Man, Overeem. Het hand nu van de Jotter, de beker. En natuurlijk die schitterende wereldtitel geworden van de International Mixed Fight Association. Als ik het goed zeg uit mijn hoofd, 27 landen uit Europa aangesloten bij deze sport. Het is niet zomaar een titel. Dames en heren, wou bij hierbij even bijkomen. Ik wou hierbij even Twitter nog graag bedanken. Voor deze voortreffelijke organisatie. Ze hebben er weer een mooi gala van gemaakt. En nu is het tijd voor een borrel. Dankjewel. Dankjewel. Jan Otten. Jan Otten, bedankt voor de prijsuitreiking. En hier staat hij nog eenmaal achter me, de trotse winnaar. De nieuwe IMA kampioen van de wereld. Alistair, de Demolition Man, Overeem.